De volgende keer heeft u natuurlijk bij ons de A-klasse gezien en de nieuwe C-klasse gezien. Maar Mercedes-Benz is natuurlijk veel meer dan dat. We hebben ons luxe label Mercedes-Maybach en ons sportieve label Mercedes-AMG. Om een klein beetje wat te vertellen over Mercedes-AMG, zal ik u meenemen in de wereld van AMG. AMG is begonnen als een tuningsbedrijf die vooral successen boekte in de racerij met getunede Mercedes-Benz auto's. Die auto's die werden zo goed getuned en die bleken zo duurzaam te zijn, dat Mercedes-Benz zei, dat tuningsbedrijf dat willen wij in de arm nemen. En inmiddels is dat helemaal overgenomen door Mercedes-Benz. En ter ere van het 50-jarige bestaan van AMG gaan we vandaag wat leuks doen. Vandaag hebben we een stukje AMG meegenomen, de Mercedes-Benz C63S Coupé. Maar wat houdt dat C63S nou eigenlijk in? 510 pk, 700 Nm koppel, 4 seconden naar de 100 en begrensd op 250 km/u. Ik denk dat hij de 300 ook wel haalt. Maar hoe zien we nou aan het uiterlijk dat het de C63S is? Allereerst aan de grill, de dubbele lamel die dicht bij elkaar staat en het AMG logo. Uiteraard de bumper met alle koelopeningen voor die 510 pk 4 liter V8 die erin ligt. Deze is ook nog uitgevoerd met carbon, dus overal op de auto komen die carbon accenten weer tegen. Ook aan de achterkant is het weer duidelijk herkenbaar als een AMG. Vier uitlaten in het vierkant, typisch AMG. De carbonlijsten, carbon spoiler om het allemaal op het wegdek te houden. En natuurlijk ontzettend brede banden. Met geperforeerde remschijven erin, grotere remklauwen om het allemaal weer tot stoppen te krijgen. Maar loop mee naar de voorkant, want daar is waar het eigenlijk echt om gaat. Een AMG is natuurlijk geen echte AMG zonder grote motor. En het principe van AMG is one man, one engine. Oftewel, deze motor is gebouwd door één persoon. En in dit geval mogen we Sven Siegfried bedanken voor al het plezier wat hij ons gaat beleven vandaag. Vandaag gaan we het wat minder hebben over het interieur, maar wat meer rijden. Dus stap in. We gaan eens kijken wat 510 pk en 700 Nm koppel met je doen. Om dat maximale te behalen zetten we de auto in Sport Plus. Ja, er is ook een race stand, maar durf ik niet aan. Sport Plus, dan gaan de dempers in Sport, uitlaatkleppen gaan open, dus de gassen kunnen er ook maximaal uit. En dan vol gas. Rem in. Gaspedaal in. Diskikken. Ik weet niet of we de 4 seconden haalden. De 250 km/u in ieder geval niet. Maar het ging hard. We hebben net die 510 paarden losgelaten. Eens kijken hoe dat voelde. Maar ja, nu eens kijken of we dat Jekyll en Hyde karakter van die auto daadwerkelijk kunnen ervaren. Dus we hebben het maximale vermogen van 510 pk. Maar kan je er ook normaal mee rijden als een gewoon normale straatauto? Wat het toch eigenlijk in basis ook zou moeten zijn. Dus we zetten die schakelaar over van Sport Plus naar Comfort. En wat gelijk opvalt, hij wordt een stuk stiller. Dus die uitlaatkleppen gaan dicht. We zijn niet gelijk weer het meest opvallende wat er op de weg rijdt. De dampingsystemen die gaan op comfort. Dus we hebben drie standen, comfort, sport en sport plus. Nu zit er gelukkig weer een beetje vering in. Dus ik moet zeggen, zo het eerste gevoel, hij rijdt eigenlijk wel heel comfortabel. Net voelden we eigenlijk elke oneffenheidje in het wegdek. En nu wordt het een en ander toch wel lekker weggeveerd. Dus een rit naar Zuid-Frankrijk moet lukken. Helaas moesten we deze mooie C63S weer terugbrengen naar zijn eigenaar, oftewel Gomes. We hebben een ontzettend snelle en leuke middag gehad. Maar ja, aan al het mooiste moet ook een keer een eind komen. Dat is vandaag.